zaaien, ze was zo lief. Je had totaal geen last handen. Ik zou niet weten waarom. Als je een meisje van 14 maanden zo vreselijk lief, zoveel letsel aandoet. Wees dan een vent en zeg dan, ja, dat heb ik gedaan. Maar dat doet Mike S. niet, ondanks dat alle sporen van de gruwelijke mishandelingen naar hem wijzen. Het is wat dat betreft een zaak van de buitencategorie, weet ook de rechtbank. De kinderpatholoog van het NFI, die Xaya heeft onderzocht, zegt over het aangetroffen letsel bij de rechtercommissaris letterlijk: ik heb dat eigenlijk nog nooit in zo'n mate gezien. Xaya wordt oktober 2017 zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Reanimatie mag niet meer baten. Ook haar moeder, Sarinda, wordt gearresteerd, mede voor het ernstig verzaken van de zorgplicht voor haar dochtertje. Tot 2 weken geleden zat ook zij nog vast, maar de rechtbank sprak haar vanochtend definitief vrij. En achteraf blijkt nu dat ze eigenlijk vrijgesproken wordt, dus 18 maanden voor niks heeft gezeten. Maar aan de andere kant, zij was wel verantwoordelijk in de tijd dat Xaya bij haar was. Toen heeft ze niet goed opgelet, wat mij betreft. Gezien de ernst en de gruwelijkheid van de zaak is een zeer langdurige gevangenisstraf op zijn plaats. Mike S. wordt veroordeeld voor moord en krijgt 22 jaar celstraf, 8 jaar hoger dan de eis. Het leidt tot gemengde gevoelens bij zowel Xaya's vader Wesley als haar oma. Heeft het recht gezegd? Ja, als er 14 jaar geëist wordt en er komt 22 jaar uit, vind ik van wel. Dan luisteren ze toch ook naar de nabestaanden. En het enige wat, als je dan 22 jaar hoort, dan denk ik alleen maar, waar brengt het mee? Ik krijg mijn meisje nu niet mee terug.